Het is een speciale dag voor Jessica en voor het korps mariniers. In de sloep die zij doopt gaan roeiers van het korps morgen roeiend van Vlissingen naar Londen. Dat doen ze om geld in te zamelen voor collega's die steun nodig hebben. Steun die ook voor Jessica zo belangrijk was na het verlies van haar man Jeroen, vertelt zij thuis in Purmerend. Die waren er dan met herdenkingen, weet je, dat ze dan van tevoren langskwamen. En dan zorgden ze dat de kinderen naar school gingen. En die maakten dan even ontbijt. En ja, dat soort dingen allemaal. Gewoon, ja, ik hoefde er niet eens om te vragen. Ze waren er gewoon. Ze stonden hier gewoon boterhammen te smeren. Ja, ja. Jeroen kwam 5 jaar geleden om het leven in Uruzgan door een ontploffing van een bermbom. Dat was een beret. Valt dood plaatje, zo doen ze dat. Ja, dit doet me altijd wel wat hoor. Als ik dit aan me pak, dan heb ik altijd wel zoiets van, ja. Het is altijd wel even weer moeilijk. Als ik dan eventjes alleen met hem wil zijn, dan ga ik altijd gewoon even in mijn kamer. Trek ik me terug en dan zit ik daar. Maar bij de doop vandaag hoefde Jessica zich niet alleen te voelen. Met in gedachten ook haar man Jeroen. En als je dan zeg maar dan die buddies hebt en die hebben dan een boot met corn but not forgotten, is het natuurlijk echt wel een eer dat hij eigenlijk dus zo geëerd wordt en dat ik dan die boot mag dopen.